De vaste maand Ramadan mag geen invloed hebben op een individu's werk of ander sociaal leven. Dit zegt Robert Bipat, voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging, SIF, in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij geeft aan dat het een gegeven is dat we ons moeten gedragen in het leven, niet alleen tijdens Ramadan. Er zijn wel enkele beperkingen voor jaardagen en huwelijksfeestjes, maar deze maand heeft niet als dusdanig invloed op het sociaal leven. Natuurlijk ga je in deze maand niet uitgebreid huwelijken en verjaardagen en dat soort dingen vieren. Maar het is maar één maand van de 12, toch? Het is minder dan 10% van het jaar. Dus wat we vooral ook wel hebben in deze maand is dat we dus veel meer in gebed gaan. We extra gebeden in de moskee, tarawih gebed zoals wij dat noemen. Dat is een speciaal gebed dat tijdens deze maand wordt verricht. Maar als dat al verricht is, doe zo'n uur. Mensen kunnen eten, drinken. Maar ja, het moet allemaal binnen de perken van de islam natuurlijk. En dingen. Maar dat moet altijd ook. Dus al is het nou binnen of buiten Ramadan. Ook dit jaar mogen ambtenaren die de islam beleiden eerder van het werk vertrekken tijdens Ramadan. Bipat zegt dat het een goed ding is, maar eigenlijk moet een ieder die meedoet aan het vasten zoveel mogelijk normaal door kunnen met hun werk, omdat dat de kracht zal tonen van hun geloof. Ook in de sport hebben moslims bewezen dat ze kunnen vasten en normaal door kunnen gaan. Dat er voetbalwedstrijden waren waarbij een Marokkaans team meedeed. En ze hadden gevast gewoon, hè, de hele dag. En het was ergens in een Europees land waar het nog heet was tijdens de zomer, volgens mij. En in ieder geval hebben ze gevast en ze zijn er doorgekomen. Dus dat was het mooiste voorbeeld dat ze konden geven. Van, het maakt niet uit, we gaan door met vasten. De vaste maand Ramadan eindigt op 9 april, waarna die op 10 april wordt afgesloten met de viering van het suikerfeest, oftewel Eid al-Fitr. Het volledige interview met Robert Bipat is terug te zien in ons programma In Gesprek Met, vanavond op kanaal 12.1 om 9 uur in de avond.